ben José van den Berg, 49 jaar en woonachtig in het mooie Almelo. Getrouwd, twee volwassen dochters. En sinds juni dit jaar ben ik lid geworden van de gemeenteraad en functioneer ik als raadslid. Het is ongeveer anderhalf jaar geleden. Toen hoorde ik dat hele verhaal van de landelijke politiek over de belasting en hoe dat opgelopen is. En toen dacht ik bij mezelf, de menselijke maat is een beetje weg in de politiek. En ja, dan kun je twee dingen doen. Je kan erover klagen. Maar ik ben iemand, dan wil ik er ook wat aan doen. En daardoor heb ik mij eigenlijk opgegeven om, heb ik het plan opgevat om mij verkiesbaar te stellen hier voor de gemeente. Waarom voor het CDA? Dat is een goede vraag. Waarom het CDA? Toen ik die behoefte had om mezelf verkiesbaar te stellen en ik begon na te denken van ik zou eigenlijk de politiek wel in willen. Toen kwam een vriend van mij op mijn verjaardag die zei, ik heb hier iemand op de app en die vraagt of ik iemand ken die de politiek in wil gaan. En dat bleek iemand van het CDA te zijn. En met die beste man heb ik contact opgenomen en daar zijn wat gesprekken geweest en het klikte van beide kanten. En vanuit mijn christelijke roots, ik ben een gelovig man, past het CDA prima bij mij. Wat specifiek spreekt u aan in het CDA? Het CDA, laat ik beginnen. Het is een stabiele partij die al heel lang meegaat. Waarin de roots eigenlijk diep gaan. En dat spreekt me aan, de stabiliteit, maar vooral ook de menselijke maat. Dat is ook ons verkiezingsprogramma, iedereen telt. Dus dat sociale aspect, dat spreekt mij zeer aan bij het CDA. Ik wil me sterk maken, allereerst voor alle inwoners van de gemeente Almelo. En daar horen natuurlijk ook Bornebroek en Adorp bij. Maar ook specifiek heb ik wat dingen toebedeeld gekregen, portefeuilles. Als ik kijk naar hetgeen wat ik geleerd heb, dat is het vakgebied veiligheid. Maar als ik kijk waar mijn hart naartoe gaat, dat zijn toch de jeugd, de jeugdzorg. Daar maak ik me wat zorgen over. Hoe is uw raadswerk tot nu toe bevallen? Positief en ook een stukje verwachtingsmanagement heb ik gedaan. En dan moet ik ook wat dingen zeggen van dat is me wat tegengevallen. Positieve zin is dat ik hier met heel veel mensen zit die verstand van zaken hebben, waar ik heel veel van kan leren. Het stukje wat mij een beetje tegengevallen is dat ik merk dat er in het verleden nog wat dingen zijn geweest voor mijn tijd. En ik merk dat doorwerkt nog in de huidige tijd als het gaat om discussies voeren of standpunten innemen met bepaalde onderwerpen. En ik ben meer iemand van het hier en nu en van naar de toekomst kijken. En laten we vooral het verleden, laten we het in orde maken en vooral verder gaan. Wat ik lastig vind is dat je overal verstand van moet hebben. Komen diverse onderwerpen voorbij. En ik ben nu nog aan het inlezen. En super interessant. Gaat echt een hele wereld voor me open wat dat betreft. Maar ik moet nog wel nog veel leeswerk doen voordat ik een beetje op niveau ga komen. Het meeste wennen was het leeswerk. Ik ben zelfs vandaag naar de opticien gegaan omdat ik merk dat ik toch wel een bril nodig heb. Ik begin die leeftijd ook te krijgen. Maar ik merk dat ik veel moet lezen en dat ik ook echt snel moet inschatten waar ligt de prioriteit en wat zijn de bijzaken. Maar bovenal, dat moet ik ook kunnen vertalen naar wat is de vraag vanuit de gemeenschap. Wat is hun perspectief? En dat wordt in de politiek soms niet altijd even goed benadrukt. Want uiteindelijk bent u er voor de stad en zijn inwoners. Dat is helemaal correct. Ja, dat wil ik wel zijn. Ik wil ook, onze partij wil ook echt transparant zijn. We hebben ook diverse locaties waar we inloopuren hebben waar echt bewoners ook naartoe kunnen gaan en problemen kunnen aangeven, zodat wij dat bespreekbaar maken hier in de raad.